De 26e dag van de Ramadan is een belangrijke dag. Dus ik had familie uitgenodigd. Het ging om 15 mensen. En we hadden het gewoon leuk in de Ramadansfeer gevierd. Dat heb ik gepost op mijn Instagram. 99% vond het superleuk. Maar gisteren kreeg ik een berichtje en toen dacht ik echt, wow. Schandalig, je geeft een trouwfeest. Je geeft, dat geld kan je beter aan de armen geven. Hoe durf jij, want jouw man is pas overleden. Van hoe durf jij het feestje te geven? Ja. Wie ben jij? Waar ben jij? De dagen dat ik met mijn kinderen hier op de bank zit met z'n drieën. Dat we hier aan het huilen zijn. Dat we de hele nachten doorhalen. Wie ben jij? Waar was jij? En ik vertelde het aan mijn moeder vandaag. En mijn moeder zei zoiets moois. Mijn moeder zei, je had, weet je wat je had moeten zeggen? En het was een Marokkaanse gezegde. En het was, ik hoop niet dat je uit dezelfde beker hoeft te drinken als dat ik heb gedronken.